goeie dinsdag, Erwin uit Assen. Ik wil ze even klagen op het TROS. Dat ze bij de radio van die waardeloze presentatoren hebben, dat wisten we al. Nou, op tv kunnen ze er ook wat van, zeg. Ten eerste al die dierenmishandeling. Laten ze zo'n trospoes met zo'n petje op zitten. Laten ze de arme beestje ook nog in een trosgids lezen. En dan die tv-dokter. Echt, als ik die kerel zie, krijg ik gelijk last van incontinentie aanvallen. Ja, hallo, u spreekt hier met Anita uit Zaandam. Ik wilde ook even klagen namens Michael en Erwin dat we scheidziek worden van het klerenweer. Met Erik uit Eindhoven. Ik wil even klagen over al die gasten die gisteren na die fijne regenachtige dag zaten te klagen dat ze zo nat waren geworden. Kijk, een paar dagen mooi weer is prima, maar daarna mag het voor mij weer lekker gaan regenen. We leven in Nederland hoor, en daar hoort het altijd klote weer te zijn. Dus op naar de volgende buis, stuit je klootzakken! Ja, ik wil even klagen op die bovenbuurman van mij, dat hij nou s'avonds muziek wil draaien, oké, hè? Maar dan vader Abraham en zijn 7 zonen, sodemiet erop met je zonen, man! Ja, hier met Martin Broek. Ik was even klagen over dat aaltje. Terwijl ik in de ziektewet zit, pak hier mijn beste kameraad, pak mijn park af. Daarom wil ik dit even zingen. Zeg, vette vatje van Aaldrink, als hij nou het werk afmaakt, dan slaag we met mijn troffel, slaag we voor de pletten, zodat hij de eerste tijd alleen maar pap eten kan. Zo, dat moet ik even kwijt. Ik ga geen lelijke woorden gebruiken, maar ik wil even klagen over Elske ter Veld, de staatssecretaris die zo nodig de gehandicapten moet pakken. Weet je wel wat er gebeurt, dat al die gehandicapten ineens met de bus en de trein moeten gaan? Weet je ook dat het maar 1 seconde in haar leven kan zijn dat ze zelf gehandicapt is. Ik roep dus ook alle gehandicapten op om 1 dag met de bus en de trein te gaan. Ja, u spreekt met Andries Benzen uit Groningen. Ik wil die barrel in RVO en de tering zou wensen. Want ze loopt alle kou van mijn huisbakken zitten. En dat moet ik ook eens schoonmaken. Ik bal ervan! Met Hans en Frank uit Didam. We willen even de eeuwige betonrot toewensen aan Benny en Stef. Met een achterlijke schip ahoy geroep. En daar worden we namelijk scheidsziek van. Ja, hier met Guido Soosveld. Ik wil eens even klagen over alle ambtenaren. Wat voor ambtelijke instelling uit dinsdag tegen 2 uur ook hen belt, ze bent er nooit te bereiken. Ze bent of wat telefonisch in gesprek, of zogenaamd bent ze op een andere afdeling. Maar volgens mij is ze om 10 voor 2 allemaal met de luie oren voor de radio te luisteren. En daarom alle ambtenaren, kom eens allemaal heel dicht bij de luidspreker. Zou je niet geen snel aan het werk gaan, stelletje wortels? Bert uit Langelo. Ik wil eens even klagen over zondag. Heb ik na veel bier en enkele straaljagers eindelijk de frisse moed om naar huis te fietsen, krijg ik na nog geen 100 meter een lekker band. Kan ik het hele klootnijn tussen Norg en Langelo lopen. Ja, en als er onderweg ook nog een grote plas water ligt en je daar doorheen banjert, ben je mooi klaar. Nu zit ik verkouden op de bank. Misschien weet die tv-dokter Ferdinand de Zwaan wat ik daar tegen kan doen. Ja, u spreekt met een winkelmeisje en ik wil even klagen over het wijf met die dikke paardenkont. Dat ze die ze moet zeiken over die vleeswaren. Wel een beetje deurgesneden, hè? Met Guido Donzel. Ik wil zin mijn galspuun. Oude en oplichte boer Hermelink aan Gammelke Straat. Ik hoorde dat een keel een eieren verkocht voor 3 cent. Toen ben ik erheen fietst om 30 eieren te komen. En wat bleek nu? Er is een wachtie van 2 maanden, want een klootzak heeft maar 1 kip. Hier groep uit Tilburg, ik kom even klagen over Gande, de broeren uit Utrecht, die hele tijd ligt te kanker over buik dat hij te laat is, dat hij niet op de tijd naar het werk kan naar Vliebank voorkomen. En ik weet hoe het komt, hij moet beter op tijd aan zijn nek komen. En hij heeft 100 ratten verkracht en 100 muizen. En 10 varken heb ik zitten fokken. Hij dacht, nou kan ik op vark een jong zetten. Wat ben je dan, eikel? Ik dank u! Ja, met Vera. Ik wou even klagen over mijn schoonzusje Anja. Die werkt in een winkel in Sneek, maar ze zit elke keer maar op een luie reet. En ze laat mij de rotklusjes maar doen. En ze zit mijn koffie te drinken en peukjes te roken. En ik heb er schoon genoeg van. Luie stinker! Goedendag, met Steven van der Heijden. Ik had een vraagje aan Joep. Joep, ik hoop vrijdag te slagen voor mijn examen. En ik wou je hierbij uitnodigen voor mijn feestje. Er wordt ontzettend veel gedronken, dus ik hoop absoluut dat je komt. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria.
in de gloria. In de gloria. Ja, dit was hem weer, de Stenen Mee Show. Het is gemaakt door Marien Oldersboer, Flip van den Ende, Roel Koeners, Brian Oerland en Peter Cornelissen. Volgende week zijn we er met een nieuwe aflevering. Jan Kroeske gaat het van me overnemen. 2 meter de lucht in. Blijf luisteren. Tot morgenochtend vroeg is de Vara in de lucht. Je bent... Wow, je bent...